Een fusie van een eigen provincie met één of meerdere andere provincies is wat mij betreft een goed plan. Ja, zou het 15% van de Friezen, een grote meerderheid van 80% zou het nee. Nee, natuurlijk nee. Ik zou het heel schande vinden. Nee. Ik vind het een hele mooie uitslag en het is voor mij net verrassend. Hè? Ik dacht dus dat de Friezen dit ik net een goed plan financieel en dat hebben we goed inschat. En wij vinden het zelfs net een goed plan om te fuseren. Mijn provincie heeft te veel een eigen identiteit voor een fusie met andere provincies. Ja, zou het goed 80%? Nee, zou het 15%. Afreden toch en dan door. Ik ben gewoon een blauwe. Dat denk ik erop. Ja, maar ik vind het heel erg wichtig dat die eigen identiteit behouden wordt bloot. Ik ben het er ook maar eens. Worst ik graag dat regionale oerhiet dat die herkenbaar is voor de mensen en dat die ook wat docht aan die regionale identiteit. Een fusie van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland is wat mij betreft een goed plan. Ja, zou het 20%, nee, zou het 60%. Nou, vind ik ook niet nodig. Ik snap wel dat het natuurlijk een enorme kostenbesparing oplevert voor de overheid, voornamelijk. Ik denk dat daar de schoen ook wringt, dat ze dat heel graag willen, daarom. Maar dat wordt eigenlijk niet bij aan de burgers gedacht. Dat zou wel kunnen, maar ik denk dat in de Roonstad leeft het volle minder dan hier in Friesland. Daar heb ik een groter percentage verwacht dat in ETSA. Dus dit jouw het aan dat mensen die provincie als bestuurslaag belangrijk vinden. En ook belangrijk vinden dat die redelijk dichtbij is. Friesen vinden wel dat er bezuinigen worden kennen op de provincie. Dat onderschrijd ik het provinciebestuur. Daarom werken wij geer met Drenthe en met Grijs. En daarom willen we ook beter geer werken binnen onze eigen provincie, met de gemeenten en met het waterschip. Daar is een kans. Ik vind dat we dat ik dwaan moeten. Maar waarom wordt die opschaling dan in deze vorm, dat zorg ik net.